We zijn hier vandaag bij het Hartstichting Checkpunt, waar mensen graag heel gratis hun bloed kunnen laten prikken. Om te kijken of ze wel helemaal gezond zijn. En vanuit daar krijgen ze een gratis advies. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Dit is het Hartstichting Checkpunt van Bokstel. En kunnen mensen gratis en gewoon met vrije inloop hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten. En ze krijgen daarvan ook meteen de uitslag op papier. En ze kunnen aansluitend met een leefstijlcoach in gesprek over welke stappen zij kunnen zetten om naar een gezondere leefstijl. Waarom bent u hier vandaag? Nou, ik ben vrijdagmorgen mijn boodschap aan het doen en ik doe de ronde. En ik had gisteren in het Brabant Centrum gelezen dus dat hier medische keuringen plaatsvinden. En ja, goed, ik ben wel benieuwd of bij mij alles in orde is en daarom laat ik me eventjes hier laten behandelen. Onze bloeddruk laten meten en cholesterol laten kijken of het goed is en de suiker. En wat heeft jullie aangespoord om hier te komen? Kijken of we gezond zijn. Maar denk het wel. We hebben twee leefstijlcoaches van het Jeroen Bos Leefstijlloket. Wat sinds 1 november in Bokstel is geopend ook. En een diëtist. En iemand die bij Artsen zonder Grenzen heeft gewerkt. Dus die heeft ook een medische achtergrond. En hoe is het dan met de opkomst vandaag? Het is overweldigend, de opkomst. We moeten zelfs nu nee verkopen, omdat we anders mensen niet meer voor 12 uur kunnen helpen. Dus er is een grote behoefte aan. En hoe zit het met de leeftijdsgroep? Ik had gelezen dat jullie echt op zoek zijn naar mensen tussen de 30 en de 60. Komen er ook echte mensen van die leeftijd? Dat varieert een beetje. Er zitten mensen, komen ook mensen tussen 30 en 60. Maar er zijn ook ouderen die hier komen om een gratis check te krijgen. Ik ben de cholesterolwaarde aan het meten van het bloed bij mijn vrouw. En wat kunt u daarmee? Dan kunnen we zien of dat, de cholesterolwaarde in het bloed te hoog is en of dat mevrouw een verhoogde kans heeft op hart- en vaatziekten. En wat als dat dan zo blijkt te zijn? Dan kan mevrouw dus contact opnemen met haar eigen huisarts of ze kan hier bij een leefstijlcoach plaatsnemen om te kijken wat ze daaraan zou kunnen doen om het te verbeteren. Zoals een bloedsuiker omlaag te krijgen of de cholesterolwaarde omlaag te krijgen. Ja, ik ben diëtist en leefstijlcoach en ik adviseer eigenlijk mensen die hier voor een bloeddruk of cholesterol of suiker komen op het gebied van gezonde voeding of beweging. Ja, leefstijl eigenlijk echt. Ja. Oké, en waarom bent u hier dan gekomen vandaag? Nou, ik wou wel eens weten hoe dat ik ervoor stond. Hè. En hoe staat het ervoor, positief nieuws? Nou, feitelijk een beetje tegenvallen. Een beetje hoge cholesterol, een klein beetje. Maar dan krijg je statines voor en die moet je niet nemen, want dat is troep. Dus dat doe ik niet meer. En dan een klein beetje hoge bloeddruk, maar er zal wel een beetje jasdruk bij zijn. Nou, u bent dus een lifestyle coach. Hoe helpt u dan eigenlijk de mensen? Nou, ik ga als eerste in gesprek met de mensen en ga kijken van, ik maak gebruik van mijn positieve gezondheid, het spinnenweb. En dat is eigenlijk een hele mooie tool om met mensen snel te kijken op welk gebied ze hun leefstijl eventueel zouden willen aanpassen. Maar ik ga altijd uit van wat de patiënt zelf of cliënt zelf wil. Het web is eigenlijk heel mooi. Dat bestaat uit een aantal gebiedjes waarop de patiënt zelf kan scoren. Zoals gezondheid, lichamelijke gezondheid, maar ook mentale gezondheid, zingeving, voeding, beweging. En als ze hebben gescoord, dan gaan we eens kijken van ja, hoe zit het eigenlijk? Waar in het web valt nog wat te verbeteren? Als iemand een lage score heeft op mentale gezondheid, ga je kijken van goh, hoe zit je in je vel? Hoe ziet je dagelijks leven eruit? En wat zouden we eventueel kunnen veranderen? Maar denkt u dan dat de mensen die eigenlijk echt ongezond leven, dat die hier misschien niet durven te komen? Ja, ik weet het niet, want het is best wel laagdrempelig. Dus eigenlijk iedereen kan gewoon binnenlopen. Nou, ik kan me voorstellen dat sommige mensen misschien wel denken van
ben bang voor de uitslag of zo, of toch schaamte is. Ja, die mogen meer komen. We hebben daarop wel speciaal de werving geënt. Dus bij de sportverenigingen en de fitnesscentra, maar ook ouders van schoolgaande kinderen. Dus we hebben alle scholen aangeschreven om hun ouders ook te informeren via het ouderportaal of een nieuwsbrief. Dus we hebben met de werving wel echt gemikt op deze doelgroep. Waarom bent u eigenlijk hier? Nou, omdat ik voor mijn vrouw moet. En waarom moet hij dat dan? Het leek me wel eens goed om ook eens je bloedsuiker te controleren en je bloeddruk. En dus. Maar u bent zelf niet zo benieuwd? U denkt zelf van, ik ben wel gezond? Nou, ja, ik denk dat ik inderdaad gezond ben, ja. Dus ik doe alles, ben fit en vitaal, heb nergens last van, kom niet zoveel bij de dokter, dus, maar toch. Maar mijn vrouw is verpleegkundige, dus die weet het beter dan ik. Nou, je kan het natuurlijk ook bij de huisarts of zo laten testen. Maar dit is lokaal en daarom gaan we even naartoe. Vinden jullie over het algemeen dat jullie al best wel een gezonde levensstijl hebben? Jazeker. Ja. Ik vind van wel een gezond eten en drinken en bezig zijn. Ja. Hoe ging het? Nou, ik denk wel goed. Waarden zijn goed, cholesterol goed, bloedsuiker goed en alleen iets te dik. En wat hebben ze geadviseerd om daaraan te doen? Ja, ik ben naar lifestyle coach geweest en die hebben me adviezen gegeven. En, zoals? Nou ja, ze hebben de voeding helemaal gecontroleerd. Nou, dat was allemaal goed. Ik ben niet iemand die... En ik sport ook. Dus we gaan nu verder zoeken naar wat we het beste kunnen doen om nog wat verder af te vallen. Ik ben de aanjager van positieve gezondheid in Bokstol en ik coördineer dit checkpunt. Dus ik heb het naar Bokstol gehaald vanuit leergebied Gezond Bokstol. En dat doe ik samen met To Diabetes. Dat is een vereniging die de opmars van diabetes type 2 probeert te stoppen door middel van wijkaanpakken. En dat doe ik voor Bokstol. En wat hopen jullie nou eigenlijk echt te bereiken met deze actie? Het is echt de bedoeling om als preventie te dienen. Hè, dat mensen hier hun waarde laten meten. En als ze het nog niet weten dat hun cholesterol of bloeddruk te hoog is. Dat ze er op tijd bij zijn om stappen te zetten. En zelf aan de slag te kunnen gaan met hun leefstijl. Als je kijkt naar de enorme toeloop nu. Dan moet het gewoon nog een keer herhaald worden hier in Bokstol. Dus ik ga me voor inzetten om binnen een half jaar. Dat nog een keer te organiseren hier in Bokstol.